Onlangs is het voormalige slachthuis aan de J.D. van Leeuwenstraat met een nieuwe bestemming opgeleverd. De nieuwe eigenaar, Branko de Lange, heeft met financiële hulp van de provincie Gelderland het complex omgebouwd tot een aantal units voor het MKB. Nou, mensen kunnen hier een ruimte huren van een kantoorruimte tot een bedrijfsruimte, een opslagruimte. En eigenlijk is het alle ruimtes zijn helemaal nieuw gebouwd in een bestaand monumentaal pand. De officiële ingebruikname werd gedaan door gedeputeerde Meijers van de provincie Gelderland en wethouder Verree van de gemeente Tiel. En een applaus. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van €500.000 om het pand op te knappen. Daarbij moesten dan allerlei voorwaarden worden voldaan om te zorgen dat die monumentale delen die er nog in waren, dat die overeind bleven. En tegelijkertijd moest het toch een functie krijgen waardoor het ook verhuurbaar werd en weer gebruikt kon worden. En dat is gebeurd. Het is een prachtig pand geworden met echt, je kunt hier en daar nog stukken zien. Waardoor je kunt zien dat het echt een slachthuis was. Dat is nog duidelijk als je door de binnenkant loopt. Terwijl het tegelijkertijd heel fraai verwerkt is. Zodat het ook hele mooie kantoorruimtes en werkruimtes zijn geworden. Wat mij viel was dat iedereen van gemeente Tiel en provincie Gelderland geweldig meegewerkt heeft. Ook met oog op de vergunningsaanvragen en dergelijke. Dat is er allemaal verschrikkelijk snel doorheen gegaan. Wat we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden. En dat is eigenlijk supergoed gegaan. Nogmaals mijn dank van de gemeente en de provincie. Wat ik heb gezien is heel erg mooi. Ik was onder de indruk van het moderne, dus moderne vloeren. Gewoon mooi glad en fris. Alles is heel mooi gestuukt. En tegelijkertijd het oude wat behouden is. En die combinatie die maakt het wel heel bijzonder. Oude balken, de oude inrichting die er nog hangt. Waarvan je je voor kan stellen hoe vroeger de dieren... De karkassen er langs kwamen. Het is een luguber idee, maar het is wel heel mooi dat we het zichtbaar houden. Het was een heel groot project. Eigenlijk groter dan dat iedereen ingeschat had. Maar alles is gelukt. Zie je het resultaat?